Twee dagen na de 0-5-zeper tegen Ajax richt de selectie van SC Heerenveen haar vizier op het duel met NEC. Trainer Ron Jans heeft de scherven bij elkaar geveegd en reist met vertrouwen af naar Nijmegen. Je moet gewoon tot de conclusie komen dat de uitslagen gewoon heel gunstig waren voor ons. Dus het wordt voor PSV zelfs alleen maar moeilijker om bij de eerste twee te komen. Dus dan is de vijfde plaats misschien ook direct UEFA Cup. Plus het feit dat je moet gewoon uithuilen. En dan over twee dagen hoef je niet zo lang te treuren. Dan kun je het laten zien dat je beter kunt en we kunnen beter. Uithuilen, hoe heeft je dat gedaan? Persoonlijke gesprekken met spelers ook? Ja, we zijn met de basisgroep zijn we naar Oranjewoud, naar het bos geweest. We hebben daar even met de groep gesproken. Ik heb individueel met iedereen even gesproken. Ze hebben uitgelopen. Maar net zoals nu scheen het zonnetje redelijk. Dus we hebben op het terras nog even een kopje koffie of een kopje thee gedronken. De rotzooi van ons afgeschud en vooruitkijken naar NEC. Door de rode kaart van Van der Bussen maakte Christopher Nordveld eerder dan verwacht zijn debuut in de hoofdmacht van SC Heerenveen. De doelman kijkt met gemengde gevoelens terug. Ja, yeah, for sure. I was happy to be playing for a fantastic club, but it could have gone better, I think. So I'm not happy with my own performance. I think I made a stupid mistake and I won't hide for it because I know that I made it and everybody in the stadium and everybody that watched the game saw it. So, but I can't change the past, so I have to learn, take it as an experience from this and shit happens. Het is wel heel apart, want eigenlijk was Van der Bussen, die zou het seizoen afmaken, en Kenny Steppen, die was gewoon de achtervanger. Maar hij schuift nu door en als ik hem zo inschat, die blijft niet hangen in die ene fout, die staat er morgen wel. Het is een important game voor European football. Ja, yeah, for sure. It's an important club for me, for the team and for the club, so absolutely. I say, you don't feel any pressure? No. I believe in myself and I feel that the coaches and the guys believe in me, so no, that's no problem. Je zei al, de concurrentie laat punten liggen, dus eigenlijk is er niets aan de hand, hè, om die strijd voor Europees voetbal. Ja, nou ja, niks aan de hand. We moeten ook niet, we moeten wel realistisch ook blijven. Er is qua stand niks aan de hand, maar woensdag was een hele teleurstellende avond voor het publiek, voor ons allemaal, voor Jeffrey Gouwleeuw, voor Van der Bussen, voor Luciano Narsing en dan wij allemaal sluiten aan in de rij. Dus dat was gewoon een deceptie. Alleen er is altijd weer een volgende wedstrijd, die is het belangrijkste en dat is zaterdagavond NEC.